Hallo, Eve Schipper. Hallo, Eve. En u bent? Ted. Hallo, Ted. Hallo. Blijf lekker liggen. Ja. Oh. Mag dat? Ja, tuurlijk. Wat zit je te doen? Ik zit gewoon hier, journaal te kijken. Kijk, we hadden een afspraak gemaakt om te komen filmen. Ja. Weet u dat nog? Ja, dat weet ik. De meeste mensen die hebben toch wel, die zitten kaarsrecht als ik eenmaal binnenkom. Ik ben wel van de televisie. Je doet net alsof het niks bijzonders is. Nee, joh, alsjeblieft. Doe gewoon. Jij wilt er ook je werk doen. Nou, zo gewoon is mijn werk natuurlijk niet. Ik kon niet slapen toch, omdat ik kwam. Is dat wel leuk als de mensen zeggen dat ze... Ik kon niet slapen toch, omdat ik langskwam. Ik heb nooit zo lekker geslapen, man. Nee, u heeft de hele nacht wakker gelegen. Het is logisch. Je hoeft niet nerveus te zijn. Ik ben zo kalm als een overledene. Ik word niet heet of koud. Koninklijk huis komt er niet. De eerste keer dat ik eigenlijk een interview doe met de man die zijn benen voor me spreidt tijdens het interview. Ja. Ik zit hier naast... Wacht even. Ja. Kijk eens. Dat is mijn schuld niet. Zet nou, even lood, het is wel jouw kleur. Zal ik hem terugstoppen? Ja, wacht, ik ga even gewoon zitten. Ja, oké. Dat is makkelijk. Ja, precies. Ja. Dat is je vrouw, hè? Dat is mijn vrouw, ja. Hoe lang zijn jullie al getrouwd? Eind van dit jaar 39 jaar. Is het altijd leuk geweest? Ja, natuurlijk. Helemaal gezellig. Een fantastische man. Ja, daar kijk je van op, hè? Ja, daar kijk je van op. Ted, we gaan even proberen wat meer lijn in deze reportage te brengen. Want anders weet de kijker ook niet waar hij aan toe is. Okay. Waarvoor zijn we hier gekomen? Jullie hebben me gebeld. Nee, dat moet je niet zeggen. Ja, maar... Wat moet ik dan zeggen? Ja, je hebt ons gebeld. Oké. Okay. Nee, ja, mooi verhaal. Jij bent in staat om geld te vragen omdat je me kon filmen. Nee, nou... Maar... Alleen de reiskosten. Waarom zijn jullie hier gekomen? Nou, jullie gaan een nieuwe reportage maken, geloof ik, over beroepen. Klopt dat? Zoiets? Of waar, ik weet niet waarvoor het is. Ik kijk nooit geen televisie. Weinig. Hoe kan dat? Omdat ik s'avonds ga werken. Kijk, en waarom werkt Ted s'avonds? Waarom? Ja, ik moet het toch in stand houden. Maar wat doe je? Ik ben taxi. Ik moet alle antwoorden wel uittrekken, hè, met een lier. Ja, maar luister nou, ik ben gewoon taxichauffeur in Rotterdam. Dus okay. Ik ga het s'avonds... Het hoge woord is eruit. Ik ga het s'avonds om 8 uur de deur uit. En dan ga ik wat proberen... wat te verdienen. Ja. Nou heb ik begrepen... dat jij niet zomaar mensen vervoert. En dit programma is van Nederland 3. Dus ik wil wat smeuïge verhalen horen. Ja, wat wil je horen dan? Wie vervoer je allemaal? Ja, maar luister nou eens. Ik ken toch zomaar mijn klantenbestand niet voor de televisie? Nee, zonder naam. Of we zetten wel piepjes overheen. Ja, wie vervoer je? Allerlei mensen. Wat voor mensen? Nou, ik probeer een beetje de krenten uit de pap te halen. Wie zijn de krenten? De karpers uit de vijver, de goede mensen. Wie zijn de karpers? Wie zijn de goede? Ja, dat is moeilijk in te schatten natuurlijk. Wie vervoer je? Ja, wie vervoer je? Zo'n moeilijke vraag is dat toch niet? Wie vervoer je? Kijk, wacht even. Ja. Ik heb hier staan... Ted Schipper is een flinke prater. Hij noemt zichzelf hofleverancier van de duivel. Ted rijdt klanten rond en hoeren rond. Hey. Ted is verslaafd aan zijn taxi. Ted rookt niet, drinkt niet, gokt niet. Nee. Hij noemt zichzelf een serieuze gozer. Ja, dat klopt. De nacht is hard. Hoeren zijn ook hard. Harde hoeren. Luister nou eens. Als het donker wordt en het wordt laat... dan komen er geen meisjes van de Shell en van de Unilever naar buiten. Hè? Kun je me dan wat anekdotes vertellen wat je meemaakt in de taxi? Meemaakt, ja. Oh, dan begint hij weer op de reservestand. Dan trekt zijn handrem weer aan, mensen. We hebben ook nog een nieuwe rubriek. Die wil ik ook even gaan proberen. Die rubriek heet Op de Koffie. Mooi koffie? Mooi koffie? Mooi kop koffie? Even geeft hij me... Wil je koffie? Nou, dat bedoel ik. Ja, maar kijk, dan kom ik even opnieuw binnen. Dan kom ik even zeggen, hallo, ik ben van Op de Koffie. En dan gaan we gewoon lekker koffie drinken met z'n drieën. Graag. Ja? Doe me net alsof u mij nog nooit gezien heeft, ja? Oké. Wacht even. Jongens, ik kom opnieuw binnen. Mijn huis is Mikasa Tukasa. Mikasa Kukasa. Zegt u? Mogen wij uitmaken wat wij zeggen? Nee. Uw vrouw doet open en die zegt Mikasa Tukasa. Wacht even, Mikasa Tukasa? Mikasa Kukasa. Oké, ik ga naar binnen, ik ga naar buiten, wacht even. Gaat u maar lekker liggen, gaat u maar lekker liggen.
Kom ik aanlopen? Zo, ik heb wat trek in een bakje koffie. Even kijken of hier wat is. Ziet er goed uit. Ik ga aanbellen. Een hele goede dag. Een hele goede dag. Mika Kakukasa. Precies. De koffie is klaar. Nou, prima. Hallo. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Omroep Maxim. Ted. Hallo Ted. Hallo. Kom even een bakkie doen. Oké, is goed. Even, zou je nog een keer alsjeblieft dit aankomen geven? Want het is het mooiste dit filmt. Kom even hier staan alsjeblieft. Die tijger heb ik duizend. Meneer, waar gaat u heen? Ja, gaat u eens even heel snel op uw plek zitten? Die tijger gaat dadelijk bijten. Gaat u gewoon eens op uw plek zitten? Dat klopt, anders kloppen de opnames niet meer. Okay. Gaat u lekker liggen? Ja. Even. En zegt u nou, zet u neer, Mika Satukasa. Ja. Mika Satukasa. Prima. Is het DKV? Ze hebben nog nood op je zoon? Zegt u? Wat krijgen we nou? Je krijgt koffie van niks, ze krijgen er nog wat bij. En hebben nog nood op je zoon dat je D-koffie moet hebben. DKV? DKV. Anders word ik heel druk. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, voor mij wel. Nee. Oh! Kijk eens. Dat is leuk. Is het allemaal voor mij? Kijk, op moet je. Heb je een boek gelezen alleen op de wereld? Afblijven. Afblijven. In mijn eigen huis. Ga je weg? Waar haal je de boek vandaan? Je bent hier te gast. Je zit al alles op te vreten. Lekker man. Wat een verhaal. Komt u er ook gezellig bij, Eef? Eef, kom even lekker naast hem zitten, ben ik daar mijn vrouw kwijt. Hey, kijk eens, hij wordt... Kom even lekker helemaal je bent hier... Hey, ga je nog een beetje handtastelijk worden? Oh, het is niet te geloven. Maak je pleitje. Nou, neem er maar één dan. Hou je even zo. Mijn huis. Ik word helemaal gek van cafeïne. Ik heb jullie gewaarschuwd. Ik voel het al helemaal zo in mijn hoofd gek worden nu. Even zie je dat ik al begin te transpireren. Ja, ik zie het, heb ja, je anders een tissue voor mij dat je me even mijn voorhoofd afdekt? Er staat een of andere snoekzaal aan het raam te tikken. Die krijgt een kop koffie, die krijgt te vreten. En die gaat hier de dienst uitmaken. Ja, maar zo werkt het niet. Mooi verhaal. Jij komt er niet uit het gekkenhuis? Nee, dit heet Op de Koffie. Hartelijk welkom bij de rubriek Op de Koffie. Ik heb duidelijk gezegd dat ik een DKV wil. Mensen hebben niet geluisterd. Ja, dan is het hun eigen schuld. Ik voel de cafeïne al gaan werken. Mensen, ik ben vaak bij mensen op de koffie geweest. Ja. Maar ik zal je eerlijk vertellen, dit is hartstikke gezellig. Oh, daar ben ik heel erg blij, omdat het gezellig is. Ja. Ik snap niet wat jij in Ted ziet. Nou, ik ben mijn vrouw ook nog kwijt, joh. Met op de koffie komen, joh. Ja, Mikasa. Maar ik ben dadelijk mijn vrouw kwijt. Die is helemaal veranderd door jou. Wat heb ik aan die poppenkast? Zal ik blijven slapen? Moet je mijn spaarzinkjes ook nog hebben, joh. Wat krijgen we nou? Ik blijf slapen tussen jullie in. Nou, dat zou ik maar niet doen, natuurlijk. Wat zijn dat voor oneerbare voorstellen? Wat is er voor gekkigheid? Ik ga niet aan je zitten. Ik ga gewoon tussen jullie in liggen. Dat is gewoon veilig. Dan ga je aan mijn duifje zitten. Schijn je uit, je wil van mijn duifje een adelaar maken, rot jij even gauw op. Doe je rustig aan. Ik ben zo kalm als een overledene. Nou, ik laat jullie verder met rust. Ja. Ik ga je kussen. Mag dat? Het doet gewoon. Kijk uit! In het televisieland doen we het altijd 19 keer. Wat gebeurt er? Telefoon. Oh my. Heeft ze geteld? Ted. Ja? Ja, weet ik. 10-0. Ja, dat weet ik. Ja, dat is een oude grap. We zijn even bezig met de opnames. Dat is niet erg. Meneer, ik zit hier met een zakenvriend van me. Even ophangen. Oh, ik moet je ophangen van die VPRO gebeuren. Dat is toch geen manieren? Ja, landmijnen. Inderdaad. Hoi, hoi. Ja, ik zit al 25 jaar in het vak. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik schitterende opnames aan het maken ben bij de mensen thuis. En ze doen gewoon alsof hun normale leven door kan gaan. Ja, maar mijn normale leven gaat ook gewoon nee, door. Nee, als de tv langskomt, staat alles stil ten faveure van die opnames. Nou, bij mij dat niet. Is duidelijk afgesproken met u ook van tevoren. Er is niks afgesproken, doen we een lol. Ik maak hier de dienst uit. Ik maak hier de dienst uit. En je bent de gast en je moet je als gast gedragen. Als het zo moet, doen ze mij niet meer, hoor. Nee, dan houdt het gewoon helemaal op. Maar je DKV ben je ineens helemaal kwijt natuurlijk, hè? Want het gaat nou helemaal goed met je, hè? Zou ik je uitgaan als hij aan het werk is? Dat zou heerlijk zijn. Even gaan er anders zitten, joh. Wanneer heeft hij nachtdienst? Heel vaak. Kan ik dan hier komen of zullen we ergens gaan eten eerst? Nou, laten we gewoon gezellig gaan eten. Hoe kom ik er nou vanaf? Dit was Op de Koffie bij Eef. En Ted. Ja, Ted en Ted. Ja. Dankjewel, Eef. Oké. Okay. En ik ken hem.
En ik kan een pleuris krijgen. Dag Eefje. Tot kijk. Dag Ted. Ah joh, krijg toch ook nog aan.